heel veel met de Brexit. Maar wat gebeurt er nou precies? Ik weet het allemaal niet meer zo goed en daarom ga ik het vragen aan Brexit-expert Bram van Ooyik om te kijken hoe het nou precies allemaal zit. Bram, als we even heel kort terug kunnen gaan bij hoe de Brexit nou is ontstaan. Hoe zou je mij dat dan kunnen uitleggen? Het Verenigd Koninkrijk is een eiland. Die hebben altijd een beetje raar naar het vasteland gekeken. En dus ook naar Brussel. Dus er is altijd iets geweest van dat Brussel dat moet zich niet bemoeien met wat wij hier in Engeland doen. Terwijl er zoveel zaken zijn die het de moeite waard maken om erin te zitten. Dus mensen hebben nooit het verhaal gehoord wat er positief is aan een lidmaatschap van de Europese Unie. Wij zijn Brussel. Hè? Wij zijn een van de lidstaten die mee bepalen wat er gebeurt. Nu is Boris Johnson dan aan de premier. Macht. Wat wil hij dan nu precies? Waar is hij nu mee bezig? Hij heeft eigenlijk zijn politieke positie te danken aan het feit dat hij op een gegeven moment gekozen heeft voor die Brexit. Daar heeft hij heel lang over getwijfeld. Hij is ook echt een opportunist. Hij heeft heel lang gekeken hoe wij te winnen. En toen hij dacht van nou, het Brexit-kamp gaat winnen, heeft hij daarvoor gekozen. Zijn voorganger, Theresa May, is er niet in geslaagd eigenlijk om die plannen voor een Brexit door het parlement te krijgen. En dat gaat hij nu proberen te doen. Maar ik lees nu overal in de kranten dat het hem niet echt lukt. Nou ja, daar begint het nu op te lijken. Dat hij nu ook, net als zijn voorgangster, stuk loopt op dat Britse parlement. En in dat Britse parlement zijn nergens een meerderheid voor. Er is geen meerderheid voor blijven in de EU. Er is geen meerderheid voor weggaan uit de EU. Er is geen meerderheid voor een no-deal, niet voor nieuwe verkiezingen. Dus je ziet nu dat parlement in totale verwarring verkeert. Ja, want mensen zeggen ook dat hij het parlement buitenspel zet. Maar wat betekent dat dan precies? Nou ja, hij wil eigenlijk volgende week al zeggen van nou, nu gaan we niet meer vergaderen tot half oktober. En eind oktober is de officiële harde Brexit-datum, 31 oktober. Dus dan zou het parlement nog maar 2 weken hebben. Dat is te weinig om een Brexit, een harde Brexit, een no-deal Brexit, een Brexit zonder overeenkomst met Brussel, om die te verhinderen. En daar wordt Boris Johnson nu van beschuldigd dat die parlement en daarmee eigenlijk de democratie om zeep helpt. Hè? Ja, want gisteren zijn er ook een paar mensen overgelopen. Ja, letterlijk. Hoe werkt dat dan mensen precies? Die zitten dan in die conservatieve partij. Die had maar een meerderheid, dus de regering van Boris Johnson had een meerderheid van 1 stem. En die ene persoon, die dus de meerderheid vormde, is overgelopen letterlijk naar de andere kant. Dus nu heeft Boris een probleem. Ja, hij heeft een probleem, want hij heeft eigenlijk niet meer de meerderheid in het parlement. Dus hij moet nu regeren zonder steun van het parlement. Nou is het sowieso, dat parlement, heel ingewikkeld. Omdat, wat ik al zei, er eigenlijk nergens meer een duidelijke meerderheid voor is. Dat parlement is wel toch echt wel een chaos geworden. Boris Johnson wil een no-Brexit, of no-deal Brexit. Ja. Wat houdt dat dan precies in? Nou ja, in? Dat je dus gewoon zegt per 31 oktober, we zijn geen lid meer van de Europese Unie. En dus al die afspraken, die zijn gemaakt in 2 jaar lang onderhandelen tussen Brussel en Londen, zeg maar, tussen Engeland, de vertrekkende Verenigd Koninkrijk en de rest van de EU, die worden dan in de prullenbak gegooid. Ja, want wat voor consequenties heeft dat dan voor Nederland? Het zal slecht zijn voor de Nederlandse economie, het zal banen kosten, het zal toch weer vooral, vrees ik, mensen treffen die toch al kwetsbaar zijn. Hè? De rijken met hun belastingtrucjes en zo, die redden zich meestal wel. Het zal slecht zijn voor het milieubeleid, want er zijn afspraken bijvoorbeeld over dat je niet de overbevissing van de Noordzee tegen gaat. Als de Britten zich straks daar niet meer aan hoeven te houden, is dat slecht voor de natuur in de Noordzee. Het is slecht voor afspraken over belastingen. Bedrijven zullen met lage tarieven gelokt worden naar Londen. Dat mag nu eigenlijk niet, want er zijn Europese afspraken over. Maar dat mag straks wel, want dan hoeft Londen zich daar niet meer aan te houden. Op talloze terreinen zullen
zullen er consequenties zijn en die zullen niet altijd positief zijn, vrees ik. De sfeer tussen de Nederlandse Tweede Kamer en het Britse parlement is ook heel anders. Ja. Ik zie filmpjes voorbij komen van orde en van, order, en van ja. een meneer die helemaal ja. onderuit gezakt daar ja. zit. Ja. Wat vind je daarvan? Als nou, wij keken altijd wel een beetje op tegen het Britse parlement. We dachten, ja, die mensen kunnen zo goed debatteren en zo. Hè? Die zijn op scherpst van de snede. Het is leuk, humor en lachen en zo. Maar nu ben ik toch wel wat anders naar gaan kijken. Want al dat theater, al dat politieke theater, wat we natuurlijk mooi vinden, leidt wel tot nu toe tot een vrij desastreus resultaat. Namelijk een totale politieke verlamming. Totaal met als chaos, risico, totale chaos, totale verlamming. Met als risico dat de Brexit zonder deal straks onafwendbaar wordt. Dus echt spelen met vuur, zou ik zeggen. Ook absoluut niet in het belang van, denk ik, van het Britse volk. Nee. We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat er een no-deal Brexit komt. Het mooiste zou natuurlijk zijn als die hele Brexit niet doorgaat, maar dan moet er een nieuw referendum komen en dat zal niet zo snel gebeuren, denk ik. Maar als de Brexit dan toch doorgaat, dan maar op basis van heel veel nieuwe afspraken en zeker niet zonder afspraken, zoals nu dreigt te gebeuren. Bram, dankjewel. Ik vond het allemaal heel duidelijk en ik heb het gevoel dat ik nu veel meer weet. Jij houdt ons op de hoogte? Elk moment.